Happy Vlogmas Day 7, guys. Vandaag ga ik weer vloggen. En voor mij is het vandaag pakjesavond. Want we gaan vandaag pakjesavond vieren. Ik heb dus geen broek aan at the moment. Maar niet uit. Het voelt helemaal niet ongemakkelijk of zo hoor. Ik ga hem zo omkleden. Want ik ga zo eerst naar de Albert Heijn toe. Om oplader te kopen voor mijn telefoon. Want jullie hebben gisteren kunnen zien in de vlog dat mijn oplader kapot is van mijn telefoon. Ik kreeg ook best wel vaak de vraag dat mensen dachten dat ik een iPhone 6 had. Nee, ik heb geen iPhone 6. Ik heb de iPhone 5C. Maar ik mag in juni of in mei mag ik een nieuwe telefoon. Dus dat wordt leuk. En ik ga denk ik voor de iPhone 6S, hoop ik. En of voor de iPhone 6 Plus. Dan is het lijkt me een tablet. Maar net. Ja, ik ga mijn nieuwe dingetjes aandoen. Mijn rode sjaal, mijn rode blouse en dan met schoenen. En dan met een broek. Ik had trouwens een broek gepast. Die grijze die ik ook heb laten zien. En daar kwam ik achter van gisteravond. Dat er van die scheuren in je bij je knieën zitten. Maar dat wist ik helemaal niet. En die broek is veel te kort. Dus waarschijnlijk gaat die terug. En dan ga ik even kijken voor een andere maat. Want ik heb wel gewoon broeken nodig at the moment. Ik ga hem even omkleden. En dan zie ik jullie zo weer. Dus leuk dat je kijkt. En veel het is klaar. Ik ben eigenlijk nu van plan om weg te gaan. Even naar de Albert Heijn. Dit is wat ik aan heb. Ik heb deze sjaal om van Cool Kid. Die heb ik gisteren gekocht. En die hebben jullie kunnen zien in de shoplog. Mijn vest slash jas komt van Primark. Dit onderdingetje komt van Cool Kid. Mijn broek komt van New Yorker. En mijn schoenen komen van Primark. Ik ben echt helemaal blij met mijn outfit. Ik ga dus nu naar de Albert Heijn om een oplader te kopen. En op de achtergrond hier zie je mijn foute kersttrui. Daar ga ik nog binnenkort een video over opnemen. En ik vind het ook wel leuk om een keer holiday outfits te doen. Dus dat ga ik ook doen. Maar dat weet ik nog niet wanneer ik dat ga opnemen. Want volgend weekend heb ik best wel druk. Maar ik vind er wel tijd voor. Misschien vrijdag. En dan wil ik het misschien daar gaan opnemen. Dat ik loop of zo. Yeah. I'm walking. Nee, geintje. Maar niet uit. Ik ga even nog mijn tanden poetsen. Ik heb al ontbeten. En dat heb ik ook gedaan. Maar dat heb ik niet gefilmd. Omdat het was best wel een beetje druk. Beneden en zo met geluid en dat soort dingen. Dus ik ga nu naar beneden. Ik ga naar de Albert Heijn. Dank u. Salademelk. En ja. Ja, met mijn neefje. En met mijn neefje. Auw. En we zijn in het ziekenhuis. En we gaan Sinterklaas vieren. We gaan baby vieren. Bra. En we hebben net hardop. Oh yeah. Oh yeah, buddy. Oh yeah, buddy. Oh yeah, buddy. En ik zit met mijn nichtje. En met mijn broertje. Wanneer heb ik een broertje? Ik ben jouw broertje. Peace. Bruh. Zeb, doe nog eens. Daar valt die camera en dan heb je een probleem. We gaan zo pakjesavond vieren. Superleuk. Het is nu ongeveer een uurtje of 3 uur. En we zitten in het ziekenhuis nog steeds. En ja, we gaan zo meteen cadeautjes. Seb, wie komt er zo meteen? Yes! Tot zo! Yes! Yay! Wat heb je gehad, Quinn? Schetsel. Parfum. Ja, maar ik wil een lamp. Yay! Een zwarte lamp. Skylander Supercharger. Wat was het? Een Skylander en dat staat daarboven. Wat voor Skylander? Een Skylander, een plant. Een plant. Die in de lucht. Laat het zien, Sjaak. Oh, wauw. En deze is voor Jamie. Yeah. Jamie. Yummy. Ik heb die al. Hé, hey, mama. Ik heb die al. En ik moet waarom? Ja, wat ziet er klaar? Gewoon op dit computer. Ik heb een keer aan filmen. Oké, okay, ik heb een kleutje. iTunes card. Yay. Yo.
Een iTunes kaart. Kan ik weer muziek downloaden? Yay. Yay. Wat heb jij gehad? Deze Fashionista special. Vloggezine special. Yes. Wat heb je nog meer gehad? Lips Smacker Cola Cherry. Ja. Yeah. Deze vanilla stokjes, je weet wel. Ja. Yeah. Yeah. En een lamp. Voor mijn nachtkastje. Ja. En ik heb. Ik had niet meer. Oké. Deze is en er zit een lampje in. En dit heb ik gehad in deze tas. Oh. Ik zal het ook wel even showen. Ja, dit heb ik gehad. Ook een fashionista van Vloggezin. Die had ik toevallig laten zien in de vlogs. Even kijken. Oh. Deze. My fave. Droog shampoo. My favorite. Droog shampoo. En van Lush. Een bruisbal. En hij ruikt super lekker. Yes. En een iTunes-bon. Yay! Yay. Dus ik ben helemaal weer verwend door Sinterklaas. Thank you. We hebben net Sinterklaas gevierd en we gaan nu weer naar buiten. En ik loop nog steeds met mijn nichtje en we gaan nu bij mijn nichtje eten. En Quinty loopt naast me, maar die gaat natuurlijk niet op camera. Zoals ze niet. Oh, hey, daar heb ik een kerstje aan. We lopen dus nu naar buiten en We zijn echt aangeslagen en zo. Dus dat is chill. En ja, we gaan ook nu gewoon naar buiten. Het is gewoon lekker weer. Dus family time. En ik zit hier nu te chillen met mijn koffiesjaal. Mijn mooie shoes. En het is nu 6 over 7. We zijn nog steeds bij mijn family hier over there. Hier, mijn familie. En dus dat is super chill. En mijn nichtje is boven. Dus daar ga ik zo. Oh, hoi Seb. Seb is verstopt achter de bank. Maar ja, we gaan zo meteen lekker naar huis. Dan ga ik heel even leren. Voor wat dingetjes voor school en zo. En dan morgen moet ik weer stage lopen tot 5 uur. Dus dat is super chill. En ja, we zijn weer thuis. En ik ga dus nu lekker in bad met mijn bruisbal van Lush. Ik sta nu in mijn kamer heel even te chillen. En ik ging even mijn tassen dumpen. En nu ga ik heel even naar beneden om het bad te laten vollopen. Oh, ik ga even het licht uitdoen hier zo. Want dan ga ik met jullie mijn bad vullen. Super leuk. Ik doe altijd meestal de lichten uit. Sorry, jullie zien me nog niet meer. En nu wel. Ik ga met deze bruisbal in bad. En deze heet, even checken, de Bad Ballistic Blackberry Bath Bomb. En ik ga dus lekker in bad. En ik ga jullie nu laten zien hoe ik dat doe. Dus. Oké, dit is een bruisbal en er staat hier bond of. Die gaat nu het water in, dus dat ga ik nu doen. Kijk. Oh. Kijk, en dan komt hij er zo uit. Wacht even. En het is een berichtje met boom, boom erop. En het bad is nu een soort van paars. En daar is nog aan bruisballen. Dus ik ga er lekker in zitten. Tot zo. Uploaden. Dan kan ik hem morgen online zetten. Dus dat eigenlijk. En ja, ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Morgen is het weer stage dag. Dus dan ga ik even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik niet zoveel ga vloggen op stage. Maar dat ik de weg daar naartoe wel ga vloggen. Dus ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei.